Plaza de Armas in Mendoza. De grote stad van 1 miljoen inwoners, vlakbij de Andes. Trapiche verwijst naar de oude wijnpersen. Enseguida vamos a tomar un poquito de vino y se entra en calor rápido. Y eran pasados a la máquina despalilladora, que su trabajo era separar el grano del escobajo y separaba el líquido, el mosto del vino. Usamos tanques de concreto revestidas con la pintura epox. ¿Conoce la pintura epox? Y después pasamos a los huevos de concreto. Es una forma innovadora de añejar el vino, porque el vino no pasa por el roble y la astringencia en boca es casi nula. And then we have to move the glass and you have to perceive all of the aromas. The fluency is more or less because this wine stays more time in the oak barrels. Yes. Is that a typical jacket? Ah, yes, of course. It was founded in 1898 by Don José López Rivas. The first grapes that we harvest are the ones for the sparkling wine. We need them to be more acid because they fermentate two times. The last one is the Cabernet Sauvignon that takes more time to crack color on the skin. The red ones age in a French oak cask that we have here. The red wine is 100% Malbec from 2017. And the sparkling wine that we have is a López Sweet Sparkling Wine. This one is the method Charmatch, the second fermentation in a stainless steel tank. Can you identify any fruits? Lemon. Lemon? You need to translate the name for me. In de verte, de Andes. Wat vinden we van die gele vogel? Waar? Zie je hem? Waar ik aan het mikken ben. Het eerste uitkijkpunt in het park hier. Bienvenidos a Ichigualasto. Mi nombre es Pablo, soy guía de... El periodo triásico son 50 millones de años, los cuales tenemos distribuidos en esta superficie de 63.000 hectáreas. Acá tenemos la secuencia completa del periodo triásico en la superficie. Zo, we komen hier aan de rivier, zorg dat je geen natte voeten krijgt. Lokaal noemt dat de bowlingballen. Creo, a ver, en el museo, no. En los folletos, sí. William Sill, dat is ook al 10 jaar overleden, dat is ook niet oud geworden. Dus hier achter mij El Hongo, de paddenstoel. En de levensduur van deze paddenstoel is nog niet gekend, maar zeker beperkt. Kleine vleeseters die dus de grote voorloper van de olifant lijkt het wel. Meer dan 100 meter hoog deze muur. Dat is midden die rechte tafel. Of hier de eerste grote rots. En die rituelen die ze hier gebruikten, dat was met hallucinogene middelen. Wat was dat dan? De schouwpijp. 1600 meter. We zijn vertrokken op 1200 meter. Rechts staat de monnik vrij. En vandaag gaan we dus met een kolonne jeep, met 9 jeeps, de bergen in boven de 4000 meter. En we zijn vertrokken. Esta parte que estamos transitando pertenece a la Troya, se le llama Troya esta parte. Mamá. Pero habían 12, que es, fíjate, la parte del lago de abajo, que uh-huh. Se ha secado, ¿ves? Que se ha secado el lago. O sea que esto acá tenemos 80 millones de... Slowly crossing the river. Esta es la quebrada de Santo Domingo. Vicuñas. Ja, dat ontzogen. De wind begint toe te nemen. Een staalblauwe hemel had je deze morgen niet verwacht. Snow on the road. Todo será Laguna Brava. Laguna Brava. Piramide van Argentinië. Het
daar beneden is de Miranda rivier, de Rio Miranda. En dat is genoemd naar de Miranda familie. Er zijn daar heel rijke grondbezitters uitgeraakt, naar gelang van stuk dat je juist gekregen hebt. Onze lunchlocatie voor vandaag. Dit is de cortege. De netten moeten de druiven beschermen tegen vorst en hagelslag. Construida, sí, por los incas, con mano de obra local, sí, justamente aproximadamente en el año 1470. Y justamente, sí, el Xincal fue capital de esta región, o una de las capitales de la región del Collasuyo. El Inca habita nuestra región hasta 1535 aproximadamente, que es cuando abandonan definitivamente la ciudad, cuando Pizarro prácticamente hace ya la conquista sobre los... Es un sector habitacional tipo cancha, viviendas. La construcción cuadrangular se la llama Ushnu, nombre en quichua, que es una plataforma ceremonial, lugar en donde el curaca, el jefe, presenciaba ofrendas, ceremonias y sacrificios de animales. El curaca estaría sentado ahí y desde ahí presenciaría todas las actividades y ofrendas que se realizan. La construcción es prácticamente como la estamos viendo ahora, ¿sí? Si bien tiene reconstrucción, pero la altura es prácticamente la altura original. Tenemos dos construcciones alargadas, se las llama callancas. De grote platte vlakte. Het is al 9 uur in de ochtend en het is nog altijd 0 graden. Waar zijn die koeien? Die met zijn muts. Apachetas represent normally underneath the mouth of Mother Earth. In between the rocks, just gewoon los op elkaar rocks. Gestapelde steen. Iets is gewoon op een rij om natuurlijk te zijn, hè? Daar zit wel iets in. Dus de kastelen van Cafayate in de achtergrond. Beter dan in Boekenwald. We zijn gearriveerd in, hoe heet het ook weer, Cafayate. Maar het blijft opvallend, 's morgens blijft het hier 0 graden en overdag wordt het dan tot maximaal 20 graden. I only see women and girls. Yes, this is Our Lady of Sorrows. What kind of distance do they walk? Oh, they will walk to the next town, which is maybe 2 kilometers. Not so far? No, not so far. Zo, tijd voor de wandelingetje. Km/h. Het oudhuis van de laatste gouverneur van Spanje in 1816, dus vlak tegenover de kerk, 1622. The revolution started in Buenos Aires. We need to support this revolution. He jailed all the neighbors in Salta who were supportive of Buenos Aires. Er is niet echt een wandelpot, hè? When they get to a certain age, they start to dry up and eventually... Yeah, exactly. And how tall are you? About 1.70 meters, I guess. There are 1,700 varieties of cactus, but only a very few are called cardones. The Black Hill. De spoorbrug, gebouwd door Eiffel in Frankrijk en hier geassembleerd. 220 meter lang.
klinknagels. Het vakwerksysteem van de Eiffeltoren is herkenbaar. De zonnig. En dan ook bijkomend. Iedereen een Belgische overtreding. Spoorlopen en masse. Geen verkeer te zien. De zoutvlakte hier in Argentinië. Notirar pietra, weet ik veel. In Chili kan men niet op de productie, hè? Nee, omdat het lithium is daar. We staan hier op de zoutvlakte in Argentinië. Hier achter mij zitten de uitgegraven putten waar dat zout gewonnen is. En als het regent, dan worden die terug opgevuld met gesmolten zout en kunnen ze volgend jaar opnieuw beginnen. Ik vermoed dat je niet mag baden. Je mag de zoutberg blijkbaar niet beklimmen. 4170 meter. Het is pittig. Colla Suyo, where we are now. So this is the flag of the Colla Suyo. Verboden toegang. Botanische tuin. Wolharige cactus zo'n beetje. Nou, de meest wolharige die staan daar. Ja. Kerk op de voorgrond. En we staan dus voor het 725 Continental Hotel in Buenos Aires. We zijn meerdere keren boven de 4000 meter geweest en in het begin leek ik er goed tegen te kunnen, maar bij de laatste overtocht begon ik toch hoofdpijn te krijgen. Oorspronkelijk van 2002, in 2015 hersteld. If you Google in the internet Floralis Generica time lapse, you can see how it gets open. So you can see the reflected sun on the water fountain. It's a beautiful show. Rick Wouters heeft in 1913 het standbeeld Huiselijke Zorgen gemaakt. Van dit standbeeld zijn er in totaal 12 gietingen gemaakt. En er staat er ook eentje in Buenos Aires, Argentinië, op de Plaza Belgica. De officiële titel is Huiselijke Zorgen. Maar in Boom heeft men dan blijkbaar een alternatieve titel gegeven, de volksvrouw. You're making me wait. Don't want to be under the sun. She got to help a lot of people. She collected money from this place and here and there and asking to the people and attending the people. As you saw from the outside, this in entrance of the cemetery looks a monumental entrance, will represent like a transition between the life in the outside and the dead in the inside. This is called Plaza de Mayo. Surrounding the main plaza will have the headquarters of the political power. City Hall, the colonial days, that one there, the
the church, cathedral. The cathedral, and the military fortress used to be there where the pink house is today. Het presidentieel paleis, maar niet de plek waar hij woont. Hij woont hier een half uur vandaan. 11, 1 p.m., 3 p.m. till 5 p.m. every single day. The idea of this is to remember. Did you count how many soldiers were there in total? Seven. Seven of them. Very well. Independence War took place between 1810 and 1816, and after this, they crossed the Andes to liberate Chile. Asociación Madres de Plaza de Mayo. And you can see the traces, the cannonballs on the left tower. She was part of my childhood. Park here is called Queen of Holland, Reina de Holanda. This used to be a commercial port, and now it's homage to the women. Stop killing women because of the violence. Anne Frank. Horacio Ferrer told Astor Piazzolla, you are doing with the music what I am trying to do with the poetry. And if you continue the same mural later, we'll have the name of people disappeared from this neighborhood. Can you recognize them? Diego Maradona, Eva Perón, Evita, and Carlos Gardel, the tango singer. The painting was not used to paint the boats because these people were stealing the painting. 19th century, that was the payada. The payada will be like a competition between two people singing with a guitar, improvising. Ah ja, dat is de heilige van de coaches of zo. Get close and look at the map, please. Valt er niet uit, hè, Mark? Nee, nee, er zit hier een reling aan. Ah, nu gas. We krijgen hier al de spray. Wat een vogels daar, joh. Kijk, mooi. Smile. Dus wat noemen we, wij noemen dat neusberen? Ja, een hele bende. Rare naam worden deze. Het is ambigu, of wat? Too much food there. Anders uit Napa. Mensen, er is de kapucijn aan. Hier is een douche. Daar is het dus druk en nat.
gaat niet verder. Dat was het natte gedeelte. Jongens toch. Ginder ver het platform waar we naartoe moeten. Net een beetje schaduw, shadow, gives a better picture. Same in English. Waterboarding noem ik het.